Ik zit hier in het centrum van Lelystad. Dit is de plek waar de mensen uit deze gemeente hun dagelijkse inkopen komen doen. Het is ook de plek waar ze voor de eerste keer merkten dat we met een recessie te maken hebben en mensen dus minder te besteden hebben in die portemonnee. En wij hebben binnen de provincie afgesproken dat we daar ook een beetje rekening mee gaan houden. Dus we gaan de lasten voor diezelfde inwoners niet laten stijgen de komende jaren. Maar dat neemt niet weg dat wij ook als gevolg van die recessie zo'n 14 miljoen zullen moeten bezuinigen. Structureel, elk jaar opnieuw aan het eind van onze periode. En daar moeten we flink voor aan het werk met elkaar. Als gedeputeerde financiën wil ik me daarvoor inzetten. Niet om die 14 miljoen op mijn eigen schouders te nemen, maar om samen met elkaar binnen het college oplossingen te zoeken. Dat wil ik vooral doen door te helpen waar dat nodig is, maar als het niet anders kan, ook door een flinke discussie niet uit de weg te gaan wanneer het moeilijk wordt. We doen dat uiteindelijk voor de mensen die hier hun boodschappen moeten komen doen en die ook op het terrasje nog een kop koffie willen drinken. Daar wil ik me dus voor inzetten de komende 4 jaar.